Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Mieke van den Branden en ben gehuwd met Geo. Met onze twee tieners wonen we in Bonheide. Ik ben juriste en als eerste schepen ben ik elke dag in de weer voor een duurzame omgeving, voor het klimaat, voor het milieu. En het bibliotheek- en cultuurbeleid wil ik zo laagdrempelig mogelijk, zodat mensen verbonden zijn. Als voorzitter van drinkwatermaatschappij Pietpa werk ik aan een duurzaam waterbeheer. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, er zijn toch een aantal uitdagingen die ik wil aanpakken. Je hebt gewoon heel het thema rond werk, rond de jonge gezinnen die heel wat druk, financiële druk hebben op hun schouders. Rond klimaat, klimaatwijziging dan. En een thema dat ook vaak voorkomt is eenzaamheid. Dus je merkt dat mensen het beroert. Ik wil het graag zeggen voor wie het niet wil zeggen, niet durft te zeggen. Het opnemen voor anderen, sociaal beleid voeren in een duurzame omgeving, dat is waar ik het verschil wil maken. Als eerste schepen in de gemeente Bonheide ben ik elke dag in de weer voor goede ruimtelijke ordening, voor leefmilieu, openbaar groen, klimaat. En in het cultuur- en bibliotheekbeleid wil ik zorgen voor een laagdrempelige aanpak, ja, zodat het mensen verbindt. En als voorzitter van drinkwatermaatschappij Pietpa zet ik me in voor duurzaam waterbeheer. Welke quote heeft u gekozen? Ja, goed leven voor iedereen. Voor iedereen. Ja, iedereen telt mee. Dus wie sterk is, moeten we vleugels geven. Wie het wat moeilijker heeft of eenzaam is, die moeten we ondersteunen. Een goed leven, dat is streven naar meer leefkwaliteit. Meer leefkwaliteit voor gezinnen, voor alleenstaanden. Voor een gezonde omgeving, voor een goede gezondheid. Voor goed werk, werkbaar werk, maar ook voor een voldoende inkomen. En daarmee samenhangend ook heel de uitdaging van het onderwijs dat mee ondersteunt. En dat mee mensen zich laat ontplooien. En die geborgenheid die we meer willen versterken door in te zetten op meer veiligheid. Door een plek te creëren waar dat mensen in al hun verscheidenheid zichzelf kunnen zijn. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, in de eerste plaats mijn vader, Luc van den Branden, voormalig minister-president. Dat was in die periode wel zo een man met een plan. En ja, hij keek vooruit met een strak plan en hij testte dat dan af. Hij met het middenveld, met de mensen, is luisteren, wat vindt men ervan. Het plan werd wat bijgestuurd en dan uitvoeren en voortgaan. Hij heeft me ook geleerd, durf uw overtuiging te volgen. Durf ook tegen de stroom ingaan. En dat zijn wel eigenschappen die ik apprecieer en die dus zeker tot voorbeeld en inspiratie strekken. Maar daarnaast zijn er toch ook wel sterke vrouwen die ik hoog in het vaandel draag. Hilde Krevits, Angela Merkel, twee sterke vrouwen met benen op de grond, twee voeten op de grond, die met een duidelijke overtuiging in het politieke veld aanwezig zijn, zich laten kennen en naar consensus zoeken, ook naar consensus kunnen streven en er echt in slagen om tastbare resultaten te boeken. En dat vind ik echt wel knap aan die twee vrouwen. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb drie speerpunten en het eerste daarvan is water. Er is watertekort, waterovervloed en daar moeten we iets aan doen. Door creatiever om te gaan, door innovatief water te recupereren, vuil water naar proper water om te zetten. Maar ook door te gaan voor een veerkrachtige ruimtelijke ordening. De hemelwaterproblematiek, heel het opvangen van het regenwater moet nog verder uitgerold worden. De ontharding is een heel belangrijk thema en dat daar een oplossing kan bieden. Een tweede speerpunt betreft het uitrollen van een groot alternatief vervoersplan. Dus we moeten veel meer inzetten op veilige fietspaden, meer fietspaden. Maar ook openbaar vervoer moet veel verder uitgerold worden in Vlaanderen. De regio Mechelen die moet sterker verbonden worden met het zuiden van Antwerpen en met de Kempen. En dat is niet alleen zo voor
woon-werkverkeer, maar evengoed in een recreatieve context. Als je wil genieten van mooie natuurgebieden, van een cultuurcentrum. Als je ergens anders wil gaan sporten, ja, dan moet je wel kunnen bewegen en mobiel zijn. Dus een vlotte mobiliteit kan ook daar wel meer kwaliteit brengen. En dan een derde element is het element wonen. Goed wonen voor iedereen is een recht voor iedereen. En daar moeten we meer inzetten op die mix tussen betaalbaar wonen voor gezinnen, maar ook aangepast wonen voor senioren. Verder inzetten op meer innovatief bouwen. Want uiteindelijk wordt onze energiefactuur grotendeels bepaald door de woning waarin we wonen. Dus daar moet de overheid veel meer in ondersteunen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, ik denk dat politici duidelijke keuzes moeten maken, een duidelijk pad schetsen, maar zonder te vervallen in polemieken en in gekissenbis, zonder die strijd op de vlakken. Ik denk dat je vooral bondgenoten moet zoeken om sterke uitdagingen aan te gaan. Dus samenwerken is de boodschap. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een waterkaraf meegebracht. Water is een schaars goed en vandaag vinden we het vanzelfsprekend dat we dat gewoon uit de kraan kunnen tappen. Maar uiteindelijk zullen we slim moeten omgaan met dit belangrijke basisproduct. Als voorzitter van drinkwatermaatschappij Pitpa werk ik ook mee aan een duurzaam waterbeleid. En dat is zeker iets dat ik mee wil nemen naar het Vlaams parlement. Moest ik verkozen zijn. Dus vandaar zijn toch wel wat innovatieve maatregelen nodig om vuilwater om te zetten naar proper water. En om mee te werken aan een omgeving waar we optimaal die wateroverloed, watertekort kunnen beheersen.